Ja, mensen, goeiedag. Hier nog even een berichtje van jullie vriend. Luister dan, mensen. Ik heb natuurlijk een heleboel mensen ook om mij heen. En nou is het wel zo dat mensen komen ook wel eens bij mij met een probleem. En ik probeer die mensen dan heel duidelijk te maken dat wat hun een probleem noemen, ja, dat het geen probleem is. Kijk, als je heel goed nagaat, ja, ik kom net van trainen, sorry jongens, ik zweet nog een beetje na. Als je heel goed nagaat, ja, wat jouw problemen, ja, jouw grote problemen van vorig jaar waren, ja, en er nu over nadenkt, dat je erom lacht, dat die problemen eigenlijk helemaal geen probleem waren. Mensen, het enige probleem wat een mens kan hebben, is dat je iets kwijtraakt wat je dierbaar is. Ja, dan kun je spreken van een probleem. Voor de rest is alles een oplossing. Weet je wat een probleem is? Iemand kwijtraken waar je van houdt. Ja? Voor de rest hebben mensen geen problemen, maar mensen creëren problemen. Dus hou alsjeblieft op tegen mij te praten en te komen vragen of ik een probleem kan oplossen. Ja? Want jij hebt geen probleem. En wat een probleem is, dat kan ik niet oplossen voor je. Maar goed. Dat even terzijde. Dus mensen, hou op mij lastig te vallen met problemen die geen probleem zijn. Want ik heb zelf genoeg dingen die een oplossing nodig hebben. Ja. Maar je moet namelijk in oplossingen gaan denken, mensen. En niet in problemen. En vaak heeft gewoon niks doen nog veel meer zin dan een probleem groter maken dan dat het is. Ja, je wordt eigenlijk dronken van die hele tekst. Mensen, weet je, ik zeg tegen iedereen gewoon vandaag, no problemo, want alles kan kapot behalve wij.